NEC gaat vrijdag op jacht naar de eerste punten van het nieuwe jaar. Afgelopen zondag werd er verloren met 5-2 bij Telstar. Daarvoor werden er ook al punten verspeeld. Hoe ga je dan als trainer richting deze wedstrijd? Ja, als een nieuwe kans. Hè. Ik bedoel, de vorige wedstrijden zijn wat dat betreft verleden tijd. En een kans om ons te revancheren. En wij zijn ook zeker niet tevreden over de laatste twee wedstrijden. Zowel over het spel niet als over uiteindelijk de uitslagen. En dat neem je natuurlijk wel mee gedurende de week. En morgen is er kans om te laten zien wat we kunnen. En dat willen we graag. Het lukt NEC de afgelopen wedstrijd maar moeilijk om te scoren. Dat vindt ook spits Janga. Volgens zijn oud trainer, Bisentini, hebben we de echte Janga nog niet gezien. Vindt hij dat zelf ook? Klopt. Ik ben ermee aan het werk. Ik werk hard iedere dag om mijn vorm weer terug te krijgen. De laatste twee wedstrijden was niet zo goed. Voor mij persoonlijk. En ik denk dat het wel komt. Vrijdag wil NEC revanche nemen en de eerste punten van dit jaar binnenslepen. Excelsior is de tegenstander in de Goffert. Een lastige ploeg die erg verdedigend speelt. Rogier Meijer moet daar dus op inspelen. Dat sowieso. Want uiteindelijk hebben we ook natuurlijk een aantal jongens die op de bank zitten. Maar de opstelling die hebben we nog niet vrijgegeven. Daar gaan we over nadenken. Maar dat een aantal jongens zich laten zien door middel van wisselbeurten is duidelijk. Hè. We zijn eerder tevreden over Dirk Proper. Dus de kans bestaat dat hij morgen speelt. En dat zullen we morgen zien. Wij zijn er natuurlijk, zoals altijd, live bij op de radio. Vanaf 7:15 vanuit een lege Goffert op RN7.